Dan moesten vrienden, welkom op een nieuwe video. En vandaag ga ik mijn vruchtgewassen, of een deel van mijn vruchtgewassen, zaaien in een tray van 45 gaten. In heel veel kweekgidsen die ik schrijf en ook in de app, beveel ik aan om die rechtstreeks, zoals bijvoorbeeld de pompoenen, om die rechtstreeks in P9 of in P7 potten te gaan zaaien. Maar ik ben redelijk laat op het jaar en het vriest nog 's nachts. Het is nog tegen het vriespunt, dus ik ga die in mijn propagator gaan voorkweken. Daarom heb ik ervoor geopteerd om een tray te pakken van 45 gaten. En dat ik daarin ga zaaien om zo snel, binnen een vijftal dagen komt dat op. En binnen 2 weken kan ik verspenen naar P7 of P9. En op die manier neem ik toch een voorsprong, want we zijn nu al half april. Dus we moeten een beetje voortmaken. Wat heb ik nodig om te zaaien? Ik heb een prikker, het is een steunstokje van 25 centimeter. Kan een potlood zijn, kan van alles zijn eigenlijk, om haatjes te maken in mijn tray. Ik heb mijn zaden. Het gaat over de Tasty Sweet F1 suikermais. Super lekker bij de barbecue. Dit is een hele goede courgette Stratio d'Italia. Die had ik vorig jaar gekregen. Een plantje van mijn collega Yannick. En dat was echt een zeer smaakvolle courgette. Ik wist niet dat courgettes zo smaakvol konden zijn. Dit zijn kleine komkommertjes voor mee te geven met de kindjes naar de klas. Augurken ga ik ook zaaien om te pikkelen. Deze pompoentjes, die kleine, zijn ideaal voor een maaltijd. Dat is de uchukikuri. Gelukkig kan ik deze van deze keer goed uitspreken. Ik begin oefen te komen. En dan hebben we nog de Magenta F1 suikermeloen. Die komen hier in de serre. Ben ik heel benieuwd naar. Een lekkere, vlezige, oranje, geparfumeerde suikermeloen. Daar kijk ik heel erg naar uit. Ik ga beginnen. Ik ga nog moeten vertellen dat ik ook een stift heb om op mijn steeketiketjes te noteren wat ik gezaaid heb. Heel belangrijk. En dan kan ik beginnen zaaien. Ik heb, zoals gezegd, een tray van 45 gaten. Ik ga 9 keer mais voorzaaien. Dus ik ga overal haatjes maken in mijn tray. Zo. Ik moet eens natellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dat is goed voor de mais die ik nu ga uitzaaien. Zo, en de maiszaden zien er eigenlijk gewoon uit als verdroogde maiskorrels. Meer is het niet. Ik ga die in de tray zaaien. Zoals gezegd, moest ik dit in maart doen. Dan ga ik het rechtstreeks in P9 potten doen in de serre, hier in de tunnel. Maar omdat het hier nog lang koud is en ik nog geen gezaaid heb, ik ben een beetje laat ermee, ga ik het in die grote trays doen. Ik ga de zaadjes nog even ietsje dieper duwen. Zo. Ik ga het plantgaatje dichtmaken. Met een goede vochtige stekgrond met perlietkorrels kun je dat heel mooi dichtmaken. En in de propagator zullen die vrij snel kiemen. Ik zal die op 24 graden zetten. Ik ga nu ook verder met de courgette, snackkomkommer, augurk, pompoen en de suikermeloen. Zo moesten hun vrienden. We hebben weer noeste arbeid geleverd.
En het is altijd een beetje hetzelfde, hè? Haartje maken. Maar moest ik het niet doen, ben ik er zeker van dat iemand mij deze winter vraagt van, kun je eens filmen hoe je je vruchtgewassen zaait? Nu, ik heb het gedaan in een tray met 45 gaten. Dat is een redelijke diameter, dat is 5 centimeter. En ook 5 centimeter diep. Dat wil zeggen dat die heel snel verspeend zullen moeten worden, want die zaden zijn redelijk groot, die gaan heel snel doorwortelen. Dus ik denk dat ik binnen de 10 dagen eigenlijk al ga verspenen. Ik leg nog eens uit waarom ik niet, zoals in de app staat en in mijn artikels, niet meteen in een P7. Dit is een P7-potje, of in een P9, de grote broer van een P7. Waarom ik niet meteen daar ga inzaaien, dat is omdat ik een beetje laat ben. En ik dit in mijn propagator wil laten kiemen, wat veel sneller gaat dan hier in de tunnelserre, waar het eigenlijk s'nachts nog bijna vriest. Dat is de reden. Dus ben je vroeger op het jaar en je kunt ze binnenhouden of in een propagator, en je bent maart bijvoorbeeld, mag je meteen in een P9-pot gaan zaaien, maar mijn geopot is nu vrij. Mijn geopot is vrij, mijn vitopot staat nog vol met pepers, paprika's en aubergines. Dus ik maak nu gebruik van deze tray om het te gaan voorkiemen. Ik heb het waarschijnlijk allemaal 7 keer gezegd, dus ik denk dat het ondertussen wel duidelijk is. Zo, deze gaan in de propagator, 8e keer, en gaan kiemen op 24 graden. En ik zie jullie zeker terug wanneer ik ze ga verspenen. Bedankt voor het kijken, tot de volgende keer. Bye!